En de scheidsrechter fluit daar voor de eerste maal. Hoge bal in de richting van Benjamin Roemayon. Vrij traditionele opening van DVS. En nu dan Tim Bloemendaal. Maar DVS neemt over. Maarten van Dijk ziet er gevaarlijk uit. In het strafschopgebied. Oh, Adriaan Kruisheer. Hoekstra. Goed er onderuit gevoetbald van Terlede. Zoeken nu diepte richting Haarman. De bal die komt ook aan. Dit is 1 tegen 1. Weinig rugdekking. Hij zal voor het schot gaan. Goede mogelijkheid voor Haarman. Zeker. Eerste mogelijkheid van de wedstrijd misschien wel. Ja. Keurig uitgespeeld vanuit achter. Mooie beweging. Ja. Hoekstra. Goed. Haarman. Ja, prachtig gespeeld. Terlede. Daar ontsnapt DVS. Eén man voorin. Noah Marti. El Ablak. Scoorde vorige week, hè? Mooi goal. Hij scoorde ook in de uitwedstrijd tegen Terlede. Precies. Toevallig. Stef Nijland. Mooie beweging. Jeremy Jonker. Roemayon. Ja, ja, van de lijn gehaald, kun je wel zeggen. Walraven, die was erin gegaan, denk ik, Piet. De keeper goed geassisteerd. Ruimte aan de andere kant bij Hoekstra. Bezetting ook voor de goal. Die bal gaat maar rakelings naast de paal. Dat had hem zomaar kunnen zijn. Haarman. Hoekstra komt hoog. Bloemendaal naar Arroyo. Nou, Marti kan daar net bij. Ja, dat wordt hem. Het is geen buitenspel. Het is een doelpunt. En dat is, volgens mij was het Melvin van Stijn. Roemayon. Duidelijke overtreding. En een gele kaart. Voor de nummer 16. Biedt zijn verontschuldiging aan. Maar Benjamin heeft daar voorlopig even geen behoefte aan. Want hij heeft zeer pijn. Melvin van Stijn was dat. Zou een mooi moment zijn. Zo vlak voor rust. Geeft de burger weer wat moed. Komt-ie. Aanloop. Schot. In de muur gesmoord. En in het gebied waar de bal is en waar naartoe gespeeld wordt, daar is wel wat beweging. Maar voor de rest, er is niet zoveel verrassing momenteel. Nu misschien. Roemayon op snelheid, kan die daar nog bij komen? Hij loopt de Walraaf in de rug en kan hem binnenhouden. Moet hem gaan afgeven. Ai, dat is de beste kans van de hele wedstrijd voor DVS. Goeie loopactie. En ook de bal is goed. Is wel lastig voor... Ja, dit gaat goed. Kan die... Ja, nee. Achterbal. Kon niet helemaal goed zien hoe dat ging. Maar het was Stef Nijland die hem richting de goal kreeg. En uiteindelijk Maarten van Dijk zou het dan het laatste zetje naast de paal hebben gegeven. Tweede goede mogelijkheid van heel dichtbij. Dit is goede bal. Stef Nijland kan niet rustig blijven. Het is iets te rustig. Het is een hele goede kans. Evre, die wil naar voren. Die gaat naar voren. Roemayon, dat lukt. Kan hij ervoor langs kruipen? Dat lukt. Nou, gewoon maken. Tegen de handen van Mark de Vries aan. Weer een goede kans voor DVS. Goede bal van Evre, diepte gezocht en gevonden bij Roemayon. Jonker, Arnicora. Goede opzet. Kan ook net ertussendoor. Wil hem punteren, maar ook deze kans gaat er niet in. Jonker. Goed, van Stef Nijland. Nu zoeken naar afspeelmogelijkheid. Stef Nijland en hij legt hem binnen. Heerlijk, 1-1. Die hebben we nodig in deze fase.
bekeken, afgewerkt. En goed van Kenneth Arnincora. Veenhof speelt een moeilijke wedstrijd. De ruimte is klein ook daar waar je een beetje voetbalt. Evre zoekt Kruijzeer. Kruijzeer op zijn verkeerde benen aangespeeld. Gaat zelf proberen af te... Nou, in tweede instantie. Kreeg hem al voor zijn goede been, maar in de tussentijd was de rens gemaakt. En die eerste poging met links was wat minder. Nu alle ruimte voor Kruijzeer. Staan hem goed is. Jonker kan gaan draaien. Deze bal is ook goed. Ruimte voor tweede paal. Oh! Kruijzeer. Een beetje tussen een schot en een voorzet in. Peter gaan we ze denk ik niet meer krijgen. En houdt er ook mee op. DVS en Terlede delen de punten. Er vallen er een paar op de grond. Van vermoeidheid.